Hoi en welkom terug op Svensson. Mijn naam is natuurlijk Sven. En jij kijkt vandaag weer naar een gloednieuwe tech video. Vandaag hebben we weer een leuk product uit China. En deze keer is het een 5 euro Bluetooth beanie. Wat houdt het nou eigenlijk in? Het is zoals je ziet gewoon een muts die je op kan doen. En er zitten twee speakertjes in. Eentje links en eentje rechts. En als je die opzet kan je die verbinden met je telefoon. En kan jij muziek luisteren terwijl jij onderweg bent. Ideaal voor dit weer. Ik ga vandaag voor jullie testen. Maar zoals altijd staat de link weer in de beschrijving waar je deze ook kan bestellen als jij hem ook zou willen hebben. Hij kwam relatief snel, kwam die binnen, iets langer dan de vorige producten, ongeveer 2,5 week duurde het. Maar dat is nog wel te doen, aangezien ik nog steeds niet alles binnen heb wat ik heb besteld. Het wordt geleverd met drie dingen, nou de muts zelf en in de muts zit een boekje met slecht Engels en een oplaadkabeltje, want het is gewoon een micro USB oplaadkabeltje. Dus verder is niks bijzonders. Dus ja, ik zou zeggen, laten we maar eventjes gaan kijken en lezen hoe het werkt. Je kan zelfs telefoontjes antwoorden. Dus als je wordt gebeld, doe je zo hop, en dan ben je als zo'n spion, kan je opnemen. Dat is best wel vet. We kunnen hem aanzetten door op het middelste knopje 3 seconden lang ingedrukt te houden. Er zitten 3 knopjes op, een play knop, harder en zachter. Dus ik zou zeggen, laten we de play knop ingedrukt houden. Hij is in Bluetooth mode, oftewel hij is waarschijnlijk nu aan het connecten met apparaten. Een lichtje brandt in het midden om aan te geven wat het precies is. Als hij aan het knipperen is tussen rood en blauw, dan betekent dat dat hij aan het zoeken is naar een Bluetooth apparaat. Ik heb helaas wel gemerkt dat hij niet op mijn telefoon werkt. Waarschijnlijk omdat mijn telefoon te oud is en omdat hij Bluetooth dat nog niet kan opvangen of zoiets. Want op mijn MacBook doet hij het wel. Je kan het apparaat simpelweg vinden door gewoon op je apparaat Bluetooth in te stellen. Je verbindt simpelweg door er gewoon op te klikken en met verbinden. Als je om een wachtwoord vraagt, is het wachtwoord 0000. En zodra je bent verbonden, is het licht niet meer knipperend, maar is het gewoon een normaal blauw licht. Ik ga hem opzetten. Ik ga hem testen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Zo, hier zit de ene speaker. Ja, het zit niet helemaal perfect op mijn oor. En hier zit de andere speaker. En met de voorste kan ik hem harder zetten. Nee, zachter. En met de achterste kan ik hem harder zetten. Ik ben benieuwd. Ik ga wat muziek aanzetten. Christmas Classics. Let's go. Horen jullie dat? Get it to look a lot like Christmas. Holy shit. Wat? Die kwaliteit is echt goed. Het is gewoon echt fijn om naar te luisteren. Het enige wat ik wel heb gemerkt is dat het werkt niet met... ik kan hem niet op pauze zetten en afspelen. Oh, dat is doorspoelen naar het volgende nummer. Hoe werkt dit? Wacht. Boekje. Waar is het boekje? Oh, ik heb hem nou uitgezet. Oeps. Ik snap hoe die werkt. Als je de min ingedrukt houdt, dan gaat hij zachter. En als je de plus ingedrukt houdt, dan gaat hij harder. En als je de middelste inklikt, dan stopt hij. En als je één keer op de min klikt, dan gaat hij naar het vorige nummer. En één keer op de plus naar het volgende nummer. Maar dit werkt alleen met iTunes zo te zien. Ja, hij pauzeert hem niet op Spotify, maar ik kan hem wel harder en zachter zetten. Dat is wel apart. Het is zo droog. Oké, dus harder en zachter werkt. Maar nou ga ik even kijken hoe goed de bas is. Even serieus, deze geluidskwaliteit is echt goed. Voor 5 euro. Deze kwaliteit. Dit is zo goed. Even serieus, van de eerste twee producten die ik heb gemaakt. Dus eentje is de microfoon. Die was echt insane goed. En dan heb je deze. Die is ook echt super goed. Holy shit. Ik krijg er gewoon warm van. Up. Dit is nou waarom ik dit doe, omdat ik het gewoon echt zo tof vind om deze producten gewoon te testen. Want ze zijn gewoon echt goed. En dat voor 5 euro en de microfoon van 81 cent. Dat verwacht je echt niet. Ik zou zeggen, heb jij nog ergens 5 euro? Of heb je niks waarvoor je aan het sparen bent of whatever? Het is maar 5 euro. Bestel het. Het is echt heel vet. Ik heb natuurlijk geen idee hoe goed hij het volhoudt in de regen. Waarschijnlijk is hij gelijk kapot in de regen. Dus probeer het niet uit in de regen. En misschien met sneeuw dat hij het dan nog wel doet. En in de kou dat hij tegen de kou kan. Dat weet ik allemaal niet. En dat kan ik ook allemaal niet echt testen. Aangezien het niet super koud is op het moment. Maar het werkt. Ik ga nog wat muziek luisteren. En ik zie jullie volgende week weer, jongens.
Hartelijk bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Klik zeker even op die like knop en abonneer hier beneden voor meer van dit soort video's. En bestel dat ook, want dit is lit. Dit is echt heel vet. Ik ga het misschien nog serieus gebruiken ook. Het is echt super vet. Ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe video. 5 uur. Later.